Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 18 januari van Weerplaza. Vandaag is het een onstuimige dag. We hebben te maken met een stormdepressie die afgelopen nacht al over Engeland is getrokken. Vanochtend trekt het over het noorden van ons land en vanavond ligt het boven Polen. Daarachter stroomt koude lucht over ons land en vanaf morgen hebben we te maken met winterse buien. Maar vandaag dus de stormdepressie. Op het moment ligt die net voor de kust en het koerst richting het noorden van ons land en zal uiteindelijk via het noorden van ons land naar Duitsland trekken. Storm langs de kust dus al, windkracht 9 in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op het moment al. En de wind gaat in de loop van de ochtend nog verder toenemen. De zeer zware windstoten tot zo'n 140 km per uur in de westelijke kustprovincies zijn zeer lastig. En ook verder landinwaarts zijn zeer zware windstoten mogelijk tot zo'n 110 km per uur. Hou daar dus rekening mee. Code oranje is geldig voor bijna alle provincies, behalve de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Een onstuimige ochtend dus. In de loop van de middag zal de wind geleidelijk aan gaan afnemen. En later vanmiddag hebben we dan een windkracht 5 boven land en een windkracht 7 aan zee. Verder valt er verspreid over het land een enkele bui. En de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 4 en de 7 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. In ieder geval voelt het ook anders aan, want het wordt 3 tot 5 graden. Er staat minder wind vanuit het westen, hooguit windkracht 5 aan zee. En verder is het wisselend bewolkt met een aantal winterse buien met hagel en sneeuw. En die buien zien we ook in het weekend. Mogelijk dat het ergens even wit zal gaan worden, want in de nacht gaat het licht vriezen. En overdag zien we dan zon, wolken en een paar winterse buien. En ook maandag blijft het nog koud en onbestendig. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.